U hebt gisteren onze uitzending gekeken en wat dacht u toen? Wat ik zag, was hetgene waar ik al bang voor was. En namelijk dat mensen die even stilstaan, zomaar een bekeuring kunnen krijgen voor wegens fout parkeren. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? En wat gaat u eraan doen? Ik ga vragen stellen aan het college, aan de wethouder. Ik wil weten of het aantal klachten en bezwaarschriften enorm is toegenomen sinds Citeon deze nieuwe methode heeft gehanteerd. Eerder heeft Citeon ook een scooter aangezien voor een auto. Dus er is wel degelijk iets mis met Citeon's systeem. Daar lijkt het wel op. Daarom wil ik weten hoeveel bezwaarschriften zijn gemaakt. Volgens mij maakt dat duidelijk hoeveel fouten er gemaakt worden. En als inderdaad de scooters worden bekeurd wegens fout parkeren alsof het een auto is, ja, dan gaat er echt iets fout in de controle bij Citeon zelf. Dan werkt het systeem met de controle eerst op de scooter, werkt dus dan niet.